Robin, waar zijn we beland? We zitten in een kleine groene kamer met een weet ik wat voor gekkigheid allemaal hier. Wat zijn we aan het doen? Ik heb je meegenomen naar mijn kinderfeestje. We gaan een escape room doen. Deze escape room die heet Groen. Dus ik denk dat die van Fred is. Ik denk dat dit weer Fred's een... is dit Fred's escape room? Nou ja, weet ik niet. Van Fred de Robot? Hij zal het waarschijnlijk wel zeggen. Ja, laten we gewoon beginnen. Oké. Hey, we moeten waarschijnlijk even kijken dat we hier door de powdered snow vallen en dan komen we in de kamer terecht. Dat is het eerste wat ik zag dat daar powdered snow zat. Ik heb hier de button, daarmee kan ik mezelf omhoog duwen waarschijnlijk. En ik heb hier snowballs, oké? Ja, dat is prima. Ik weet niet wat ik eraan heb, maar ik heb hier snowballs. Dus ik ga even kijken. Ik kom niet meer omhoog, Robin. Hey! Hey! Hoe werkt dit? Wacht, ik heb hem. Hey! Ja! Oké, ik ben eruit. Ik heb snowballs. Misschien dat ik hier eentje op kan droppen. Het doet alleen niks. One is not enough. Two too much. Hoe bedoel je? Eén is niet genoeg en twee is te veel. Daarboven? Nee. Hier twee. Twee is te veel. Nee, dat is te veel. Maar je kan nog niet een anderhalf neerleggen. Eén. En leg die bloem erop, inderdaad. Ja, dan doe ik deze bij. Dory, het gaat allemaal niet zoals we willen. Hey. Oh, hij deed het. Het was inderdaad met het bloemetje erbij. Wat goed voor jou, Robin. Dat je dat zo hebt gedaan. Oké, we zijn nu bij een parcours. Oké, jij bent duidelijk genoeg al niet zo goed in parcours. Nee, hoe vaak ga je dat nou nog zeggen? Hoe moet dit dan? Hè? Is er ergens een knopje waar we op kunnen klikken? Dat het slijmblokje eruit gaat? Of werkt het niet op die manier? Gooi... Dat is toch ook zo niet nodig. Ik zal even kijken. Ja, we moeten Fred niet teleurstellen, Robin. We mogen Fred niet teleurstellen. Maar kun je hier niet een balletje op gooien? Oh my days, wat gebeurde er? De hele kamer draait. Gast, de kamer roteert. Moet je zien. Wat is dit? De kamer roteert. Oké, maar nu komen we er niet meer op. Dus dan moet nog een keer moeten we hem raken. Zo. Nou, ik denk, nee. Ik denk dat we samen moeten werken. Oké, maar wanneer moeten we hem roteren dan? Nou, als je hier een jump op het slimeblok moet maken. Oh my days. Oké, wacht. Komt er, ik gooi. Dat is het werkt. Jawel, misschien, 100%. Misschien we flippen hem eerst. Hier, we flippen hem eerst. Dan, dan komen we... nu is alles boven. Wat vet gemaakt. Dit is echt cool gemaakt, inderdaad. Oké, ik geef jou hier ook 16. Kijk, nu heb je deze sprong. Nu is het sprong te halen. Alleen, dan moet je drie keer gooien voordat hij daar een keer, komt. Juist. Zo, maar dus Dan gaat hij dus weer zo. Maar wat moet je dan uiteindelijk doen? Ik denk dat je uiteindelijk gewoon bij het einde moet komen. Oké, gooi hem drie keer erop. 3, 2, 1, ja. Nou, dat is niet te doen. Niet te doen? Dat is echt niet te doen. Maar even kijken, want wat moet je nou doen? Ik snap het niet. Ik denk dat we op dit blok hier moeten eindigen, op deze. En dan hierop moeten staan. Ik denk dat we hierop moeten staan, op deze. Oh ja. Want dat het is. Oh ja, ja, precies. Wacht, even maar dat is redelijk moeilijk, want die kamer die blijft maar roteren. Of die, wanneer moet je hem roteren is de grote vraag. Maar blijf daar eens even staan. Ja? Oké, nu kan ik niks. Nu kun je helemaal niks. Daar wel gaan staan, daar kan ik veilig staan. Daar? Ja, daar. Oké. Ja. Kun je nu iets? Nee, nu kan ik niks. Nu kan ik... Oh, wacht, nu kan ik wel iets. Oh, wacht, ja. Ah, nee. Ja, dan snap ik hem. Dan kan ik erop springen, denk ik. Ja, precies, ja. Is deze sprong te... Ik ben dood. Max, wat? ik ben er weer. Oké, Robin, roteer dat ding. En dan probeer ik dat sprongetje te halen. Nee, je moet hem drie keer roteren. Nog één keer. Ja, oké. Nou, oké, moet eerst weer terug. Ik ben bang dat ik doodga door die rotaties. wachten. Ik ga proberen hier te staan, op dit blok. Ja, roteer hem maar. Oh, dat werkt. Dan wacht. Ga ik op dit blok staan. Roteer hem maar. Oh, dat werkt ook. Kijk, het ding is, die blokken worden aangegeven waar je op kan staan. Zie je, dat zijn die lichte blokken. Daar kan je op staan. Oh. Mag ik weer sneeuwballen? Dit gaat echt nog wel even duren. Wacht, oké, roteer maar. Ik sta veilig. Ik sta denk ik veilig. Oh, ja, roteer maar. Oké, ja, ik weet op welke blok ik moet staan om het veilig te maken. Op deze. Oké. Ja, roteren. Dan op deze, roteer maar. Oké, ik moet niet op die staan. Ik moet op deze staan. Prima. Oh, man. Op deze, ja. Dan op deze, ja. Oké. Nu moet ik dit sprong... Oh! Wow, ik kan hier tussendoor lopen. For some reason. Nee! Ik ben weer dood. Oh. Nee. Nu zitten we vast omdat hij geroteerd is. Kunnen we er niet meer doorheen. Dat meen je niet. Nee.
Oh my days. Nou. Ja, roteren maar. En... ik zit even te denken. Oh. Nu kan ik het niet overheen. Dat was een glitch net of zo. Een bug. Wacht even hoor. Als ik hierop sta, dan is het roteren niet veilig, denk ik. Nee, je moet op die andere ster, denk ik, gaan staan. Ja, of dit is wel veilig. Roteren mis. Ah, oké. Ik moet daarop blijven staan. Op die fence. Zie ik nu ik al. Ik heb geen sneeuwballen meer. Oh, hier heb je er weer 16. Maar dit zijn we al bijna te laat. Dus het moet goed gaan. Dat moet het zeker. Nou, daar gaan we weer. Nou, oké. Nu hebben we hem. Eerste poging. Eerst hierop. Dan hierop 3, 2, 1. Oké. Dan moet ik blijven staan. 3, 2, 1. Ja, kijk. Oké. Dit gaat goed. Hier kom ik niet overheen. Dus ik denk dat we hem weer op een bepaalde manier moeten roteren. Wacht even. Waar ga ik veilig staan? Dit wordt een paal, zeg maar, nu. Ja, dus dat betekent dat de fences staan welke kant op? Die staan zometeen weer recht. Dus daar moet... waar stond je net op? Stond je net op een fence? Ik stond net hier, ja, op een fence. Maar dat zou betekenen dat ik hier ook nu op een fence zou staan, toch? Hier. Nee, eentje maar als links, je hem nu toch? Roteert, dan is hij toch weer gewoon zoals hij was. Ja, dat klopt. Maar dan ben je wel voorbij die paal. Ja, maar dan kan ik toch ook net voor... kon ik ook voorbij die paal. Nee. Kijk maar. Oké, sta je? Ja. Je moet volgens mij eentje naar links, maar daar gaan we. Zie je? Ja, maar hier kan ik toch al voorbij, moet je zien. Kijk, hier kan ik toch nu al voorbij. Dus wat is zo? Wat zijn we aan het doen? Oh ja. Nou, dan moet je op de ster gaan staan, denk ik. Oké, ja. 3, 2, 1. Ah, eentje naar rechts. Misschien. Ja, maar dan kan ik ook al heen als ik hier zou staan. Hier, dan kan ik ook mensen, al heen. Mensen, hemeltje. Nog eentje. Ja. Hè? A few moments later. Oké, 3, 2, 1. Oké. Ja. Ik moet niet springen. Gewoon lopen. Kan ik niet springen? Nee. Ah, nee! Nee! We waren zo dichtbij! Oh my days, we hadden er bijna. Oké, ben je er klaar voor? Ja, ik wel. Jij ook. Ja! Ah! Oh, ja! We hebben hem! Ja! We hebben hem! Oh, dankjewel! Oh, wat was deze moeilijk! Oh, dit was echt hemeltje. De moeilijkste tot nu toe. Echt waar. Dit was absoluut de moeilijkste tot nu toe. Het was letterlijk de eerste opdracht die we hadden. Maar hij was niet makkelijk, jongens. Het was geen makkelijke opdracht. Wat ik heb een gouden schep die op een kampvuur kan worden geplaatst. Op een kampvuurtje. Zie je de kampvuur? Wat zijn dit voor kamers, hé? Oh jee. Oh, ik heb puzzelbloks. Ik heb go back. Oh, terug naar waar het begin. Omhoog. De einde van de revolutie. Hierboven zijn... Wat is dit allemaal? Oh, wat gebeurt hier? En hier is nog meer. Gast, het is zo groot ineens. Wat is dit nou allemaal? Hier kunnen we allemaal dingen mee breken. Oké, die neem ik wel mee. Heb jij die puzzelblokken? Ja. Niet meer. Nee, die zijn gewoon weg als je hierin komt. Oh, als je hier binnenkomt krijg je de puzzelblokken en schade. Maar dit zijn ook weer... Gebeurt hier ook wat mee? Oh, wat is dit? In ieder geval heb ik hier het kampvuur wat ik kan leegmaken. Oh, oké. Maar dat doet niks. Maar dat doet helemaal niks. Hier hebben we een hendel. Als in, misschien kan je zien wat je aan moet zetten of uit. Misschien bij die. Ik snap het niet. Laten we kijken. Laten we eerst gewoon... Oh, wacht. Ik denk dat bijvoorbeeld dit al wat kan zijn dan. Oh, dat is dan geel. Hé? En die blauw. Wacht, dit... En dan die? Nee, en dan die? Misschien kijken wat overeenkomt, zeg maar. Ze stonden allemaal omhoog. Ik snap het niet. Even kijken, die staat dan op zwart, die en dan die weer niet. Dus deze moet wel sowieso. En dan... Oh, welke allemaal sowieso gegarandeerd op zwart staan? Ja. Dat is alleen die. Ja. Laten we eerst de andere kamer doen. Kom, we gaan eerst deze doen. Hier hebben we blokken en scharen. Omhoog. Kijk, hier hebben we omhoog. Dus het zou betekenen dat we moeten roteren. En dat zou betekenen dat het ongeveer inhoudt. Zo. Dit. En dan misschien... Zo. Huh? Jongens, dit is denk ik een van de moeilijkste mappen die ik ooit in Minecraft heb gespeeld. Dit is oprecht een van de moeilijkste die ik ooit heb gedaan. Ik ga toch naar die andere kamer. Hier is een blauwe. Nee, hey, hoe kan dit nou eens open zijn? Heb ik hier toch die hendel goed? Huh? Nee, dat was misschien het kampvuur wat je uit hebt gedaan. Waarom hangt er daar een X aan het plafond? Hoe komen we daar? Ik snap hier moet een bloemetje het. In. Ah. Wat? Oh, een bloemetje, dit is, wacht. Dit is een mijnveld, dit. Of niet? Moet er een bloemetje in? Ja, neem een bloemetje mee. Nee, hier zag ik een bloemetje zitten. Hier, in deze kamer. Hier, misschien dat het bloemetje erin moet. Oké, hey, hier hebben we ook een kaars. Hier is een mijnenveld. Maar wat nou als we hier het bloemetje doen? Dat doet niks, toch? Nee, natuurlijk doet het niks. Hier ben ik. Ah! Oh, wacht, dan kun je hier omhoog, toch? Oh! Heb ik van jou geleerd. Ja, dat is de ultieme Minecraft hack. Succes! Haal hem eruit. Oh, dat kan. Oh, ik heb hier...
Een Black Totem. En kan ik dat ding pakken? Springen! Wat moet ik met de Black Totem? Oké, wacht. Moet ik slaan op de rechtermuisknop? Ik heb hem! Wat kunnen we ermee? Ik heb ook een Diamond Pickaxe trouwens. Daar kunnen we concrete mee breken. Kijk, maar hier we zijn een stapje verder. Oké, we hebben ook Black Totem. Kan op Acacia Planks geplaatst worden. Oh ja, die hebben we niet. Hebben we geen Acacia Planks? Jawel, hier. Oké, kunnen we iets doen. Ja. Maar wat? Ik vind die kaars ook verdacht. Sparen. Ja, ik vind die ook verdacht, die kaarsen. Weet je, ik bewaar nog even dit blok. Maar... Dit is denk ik wel te doen, dit. Ja, nou, en dit is denk ik ook wel te doen. Maar alleen dit is gewoon allemaal goed gokken. Nee. Er zou vast een logische reden achter zitten. Zeker niet. Kijk, dit is 1. Dat is 1, oké. Dan is dit 2. Dat is dat 2. Dat is niet 3. Dat is naar links is 3. Naar voren is niet 4. Dus nog een keer naar links. Naar voren. Naar rechts. Nee, niet naar rechts. Naar voren. Nu naar rechts. Naar rechts. Naar voren. Oké. We moeten elkaar blijven volgen, anders raken we het pad kwijt. Naar rechts. Naar rechts. Nog verder. Ja, nu naar voren. Nu naar voren. Nog verder die kant op. Naar voren. Oké. Kom hier eerst achter. Ja, oké. Hierheen. Naar rechts. Nee! Naar voren is het zo. En dan nee. Niet die kant op. Nee, daarheen. Ja, helemaal. Ja, komt er maar. Oké, dan ga ik hier naar voren. Nee. Ja, ik wil het sprongetje halen. Ik ga misschien best halen. Oké, let's go. Naar rechts, helemaal naar rechts. Eentje ervoor stoppen, ja. Zo. Nog eentje. Ja, nog eentje. Zo, nu naar links. Naar voren. Nee, oké, nog verder naar links. Naar voren. Nee. Dit is moeilijk. Dit is echt moeilijk. Nog eentje. Nee, helemaal niet. Nog eentje. God, zieke doos, ja. Zo. En dan hierheen. En dan hierheen. Huh? Jeetje, Mina, wat ben terug. Jij slecht. Nee, het is terug, denk ik. Hier, kijk. Was hier nog eentje tevoren? Nee. Het was op het einde op de wol. Nu nog een naar links? Nog eentje, ja. En nu is het of terug of nog eentje. Ik denk nog eentje. Het is terug! En dan naar die kant, naar links, naar de wol. Nog eentje. En dan of nu naar voren of nog eentje. Naar voren. Nee! Naar links. Zo, dan moeten we hierheen. Naar voren. Nou, nog eentje naar voren. Nog eentje. Naar rechts. Nee, ik wil sprongetje doen. Nee, dat lukt niet. Nee. Ik wil springen. Probeer het. Ja! We hebben hem gehaald. En dan heb ik hier een pink totem. Die kan ook op Acacia Planks geplaatst worden. Ja, kijk. Dus hallo. We zijn hier denk ik klaar nu. Ja, deze hebben we inderdaad. Alleen, ja, waar moet dit? Hier moet een soort patroontje gemaakt worden. Alleen die weten we nog niet, dit patroontje. Nee, inderdaad. Nou, denk ik dat dit wel eens de volgende kan zijn die we kunnen gaan halen. Met deze levers. Ja, maar wat moeten we hier doen? Ik heb ook een pickaxe. Dan kunnen we yellow concrete, blue concrete, black concrete en pink. Daar kunnen we deze totems in mee slopen. Ja, deze pickaxe. Precies. En ik heb een axe waarmee ik niks kan. Letterlijk niks. Er moet hier een logica in zitten. Ja, ik deel eerder deze doen. Ik denk dat we deze eerder kunnen doen. Ja, nou, succes. Kijk, want hier omhoog, dat betekent dat we op deze manier moeten gaan kijken op ongeveer... Kijk, daar zitten blokken en daar zitten blokken. Dus misschien dat dit zo moet, alleen. Zie je, omdat we alleen die hebben. Ja. Dan hier, alleen zo. En hier, alleen zo. Denk je ook niet. Ja, dat denk ik ook, ja. Nee, deze denk ik serieus echt op deze manier. Ja, maar waarom? Upwards. Ja, kijk omhoog. Kijk omhoog. En hier staat, ga terug naar het begin. Misschien dat er in het begin, dat daar ook een volgorde staat ergens. Zoek niet naar een antwoord. Kijk hier op de grond. Hier. Dit, ja. Au, doe eens niet, hé. Hier, dus dat betekent zo. Oké. Ja. Om dat onthouden we. Dat betekent zo. Zo, toch? Of heb ik dat verkeerd? Ja, dat denk ik wel, ja. Nee, dit heb ik goed. Ja, dit heb ik goed. Dit heb ik 100% goed. Oké, dan hebben we die. En dan nu... De einde van de revolutie, dat is weer helemaal hier, bij dit vervelende ding. Kijk, want hier zie je deze beginnen. En dan moeten we de kamer weer roteren. Nee! Ja, hier, ja, maar dat is hier! Dat zijn deze kleurblokken. Dat zijn die... Oké, doe eens... Ik kan niet meer roteren. Huh? Dus het gaat 2 opzij. 1 die kant op. Succes, 1 die kant op, opzij. Oké, wacht. Voor, opzij. Voor, opzij. Voor, opzij. Heb je dat onthouden? Voor, opzij. Voor, opzij, voor, opzij. Nee, kijk dan. Let op. Voor, opzij, opzij. Ja, dat denk ik net ook. Voor. Ja, dit klopt echt gereed. Want nee, ik snap je helemaal niks anders. Van. Ik snap hem. Voor, opzij. Opzij. Voor. Opzij. Opzij, voor. Ja, precies, ja. Oké, ik ren naar de levers toe. Ik snap er niet snel van. Nee, dit gaan we fixen. Dit kunnen we regelen. Kijk, hij is hier. Hij begint bij blauw. Dan gaat hij 2... dezelfde kant op. Dan hier maakt hij een bochtje, zo te zien al gelijk. Dan dus
2, bochtje. Dan 2, bochtje. 2. En dan eindigt hij er tegenaan. Dus 2, bochtje 2, bochtje er tegenaan. Dit zou hem moeten zijn. Dit kan niet anders dan dat dit hem is. Misschien dat deze wel gewoon andersom moet. Oh, de zwarte moet trouwens in het midden. Hier. Nee, dat is blauw. Nee, dit is... Deze gaat kapot. Oh, dat is blauw inderdaad. Deze gaat kapot. Hey, ik heb hem niet teruggekregen. Ja, dat meen je niet. Zeg maar niet dat hij weer hierboven is nu. Zeg maar niet dat hij weer hierboven is. Stop hem er eens in. Waar is het concrete blokje? Haal hem er eens uit. Hij is weg! Nee. Oké, dat is een probleem voor later. Nou, ik snap hier helemaal niks van. Echt niet. Ja, ik snap wat we moeten doen. Kijk, we moeten hetzelfde vorm als deze creëren. Oftewel, als je ernaar kijkt... Ja, maar dezelfde vorm, dit is toch ook niet dezelfde dit vorm is als dezelfde dit? Vorm. Ja, kijk, dit is dezelfde vorm. Die hebben we 100% goed, deze. Ja, maar hoe moet je hier naar kijken? Want als je hier zo naar kijkt, dan moet hij toch ook... Dan moet hij toch gewoon zo... Moet het... Oh, kijk, we moeten ze wel afmaken. Oh, my days. Oh, deze. Mijn god. Oh. Deze is alsnog fout, man. Kijk, maar deze gaat 2 opzij. 1 die kant op. 2 opzij. 1 die kant op. Nee, die gaat niet zo. Ik zei het toch. Die gaat zo. Zo. Dan. Hè? Nee joh, hij gaat gewoon zo. Oh nee, ik snap deze. Ik snap deze. We moeten nog eentje hierheen. 2. Ik ben zo blij. Dat... Ik ben zo blij dat ik deze niet alleen hoef te doen. Oké, 2 deze kant op. Dan ook. Ja, nee, welke kant? Welke kant op? Want dan doe ik het meteen. Ja, weet je niet. Ik wil. Het is een ronde. De kamer gaat alle kanten op. Als je ernaar bekijkt van een bepaald punt. 2 naar rechts. 2 naar rechts. Oh ja. Ja, oké. 2 naar rechts. Ja. Oké, dan eentje vanaf omhoog. Blauw, toch? Ja. Ja, vanaf blauw. Eentje omhoog. Dan eentje er tegenaan weer. Oh ja, tegenaan. Dan ja. Naar rechts, weer nog steeds naar rechts. Ja, ja, ja. Dan weer. Oh nee, eentje schuin erboven is dit. Snap je? Ja, 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 vast wel. Dan weer eentje naar boven. Ja. Dan eentje naar rechts. Ja. Nog eentje naar rechts. Ja. Hebben we hem? Nee, zeker niet. Ja, probeer jij hem dan eens te bekijken. Ja, maar ik snap ga het jij niet. Erheen. Ga jij erheen en kijk of jij hem snapt. Ja, dat is blauw. Dan ga je 2 naar rechts. Ja, dat hebben we. Dan ga je eentje naar mij toe. Jou toe? Oké, ja. Ja, dus als het naar boven dan, denk ik. Dan nog eentje naar boven. Ja. Dan eentje naar... Wacht, ik snap hem. Ik snap hem. Hoezo? Ik ga gewoon hier staan. En dan zie je het hele dingetje. Echt? 2 naar rechts. 2 naar boven. Oh, 3 naar... Ja. Ik snap wacht, hem. Je snapt hem. Ik kom eraan. Ik ga hem doen. Oké, wacht. We beginnen bij groen. Ja, dan is het op groen. Ja. Zeg maar. En dan 2 naar rechts. Ja. Dan 2 naar boven. 2 naar boven. Zit je dan al op de lijn van de rode? Nee. Ja, dat moet wel. Alles klopt niet. Oh ja, 2 naar boven. Dan 1 naar rechts. Ja. Nog 2 naar rechts. En dan naar boven. Ik kan maar 1 naar rechts. Nee. Ja, dan 1 naar rechts en dan naar boven. Oké, wacht. 2 naar boven. 2 naar rechts, 1 naar boven, 1 naar rechts. Ah! Oké, andersom, ga proberen. Ik heb hem. Wat deed ik fout? Wat was hem? Het was gewoon dit. Gast, dat hadden we net kunnen af... Het was zo simpel. Het was gewoon... Het was zo simpel. Geef mij de concrete waar, die ervaar ik wel. Ja, alsjeblieft. Nou, nu de leukste. Oh, de leukste inderdaad. Nou, het is maar wat je de leukste noemt. Wat is ja, dit? Oprecht, wat we ik hier vind doen? Het wel allemaal leuk, want we ja, moeten wel, echt nadenken. Ja, het is wel leuk. Ja, we moeten echt inderdaad big brain proberen te zijn. Geel is een H, dit is een A, en dit is een... Waar? Wat is dit? Oké, ik heb ook op school gezeten, ja? Ja. Maar waar zie jij hier een A in? Steekt mij even zijn drinken. Maar ja, wat is het anders? Ja, maar even kijken. Jij zegt dat dit een H is. Ja, maar daar moet je niks mee, denk ik. Je moet kijken naar die zwarte blokjes. Er moet iets met die zwarte blokjes zijn. Ja, het moet alleen in deze ruimte... Nou, nee, we zijn erachter gekomen dat het niet alleen in deze ruimte te vinden is allemaal. De meerdere ruimtes kunnen we erachter komen wat we moeten doen. Nou, nee, deze niet. Deze hebben we gewoon al ja, maar deze wel. Hier moesten we uit alle kamers moesten we dingen halen. Ja, nou, dus dat was de enige. Maar wat is met het kampvuurtje? Kan je nog niet scheppen? Ik denk dat dit het begin was van het parcours daarachter. Ah, ja, oké. Rood. Zo, dan... Is deze niet gewoon zo heel makkelijk dat je deze zo doet en dan deze nog zo doet? Nee, deze nog zo doet? Dat maakt het te makkelijk. Maar hoeveel concrete blokjes hebben we nou trouwens? 3. 3, oh. Ja, dus nog eentje en dat is deze hier. Bruin, waarschijnlijk. Hoezo bruin?
Omdat de levers op bruin zitten, geen idee. Oh, ja, dat zou heel goed kunnen. Ik vind het moeilijk. Is het niet iets met blauwe kaarsen, zeg maar, en rode kaarsen, gele kaarsen? Blauw is één kaars. Oh, blauw is één. Dus dan zou misschien blauw eerst moeten. Hier. Blauw hebben we eerst gedaan. Of alleen de zwarte van blauw. Oké, eerst de zwarte dan. Doen we die. Dan. Hebben we rode kaarsen? Ja, hier staan wel gele kaarsen, denk ik. Ja, maar is het geel? Nee, we hebben... Ja, geel is... Hoeveel staan er? Ja, 4. Dan is dat misschien de laatste. Nee, dat is oranje. Hier staan een roze. En hier staan 2 rode. 2 rode. Oké, dat is rood 2. Dus dat betekent die. En dan die weer omhoog, misschien. En dan daarna die en die. Ja, juist. Ik snap het niet. Hebben we die al kunnen gebruiken? Nee, die hebben we nog steeds niet kunnen gebruiken. Kan er niks mee. Jawel, je kan er wel wat mee. Nee, neem maar. Je kan er niks mee. Ja, maar die hebben we moeten pakken met een reden. Ja, dat klopt. Waar slaat het maar nou op? Ja, mij. Ik heb een idee. Wat nou? Robin, ik snap hem. Ik denk dat ik hem snap. No. Als je ze allemaal bij elkaar doet, welke hebben dan alleen nog kleur? Rechtsonder heeft alleen nog kleur dan. Midden niet. Linksonder ook niet. Linksmidden heeft bij elk dan ook nog... Oh! Ik ben slim! Oh. Ik ben de beste Minecrafter! Wat is dit? Wat moeten we doen? Gast, hoe slim was dat? Wat is dit? Oh, dat wil ik gaan doen. Hallo, hallo. Dit wil ik gewoon gaan doen. Hallo, ik wil het gewoon niet zo moeilijk doen nou. Huh, maar wat is dit? We kunnen een soort patroontjes zien hierin. Of niet? Hé, hey, weet je wat dit is? Nou? Dit is dat parcours daarachter. Kijk maar, 2 in het midden, 2 naar links. Oh, maar deze, maar die hebben wij gewoon gegokt. Ja, dus we kunnen nu gewoon hier. Waar is ons blokje dan? Papa. Oké. Dit gaat goed, dat is wat ze maar al gedaan hebben. Wield it and it shall snow. Oh, wacht, doe ze aan. Oh my days, ze kunnen een parcours doen. Oké, de ex, nu is de ex heeft een nut. Oké, shuffle, alleen shuffle in je handen. Oké, 3, 2, 1. Oh, doe de shuffle eens. Oh, 3, 2, 1. Oh. Gast, we zijn echt goed samen. Ik heb de yellow totem. Yes! Hoppa, yes! Oké, geel is 2. Zo te zien daar. Geel is blauw 2. Is 1. Wat zeg jij nou weer? Ja, nee, ik ga het wel voor. Kijk, blauw is 1. Geel is 2. Zwart zag ik hier ook staan. Is 3. Nee, is ook 2. En roze is... 1. Ook. 2. Is 3. Nee, 3. Roze is 3. Maar hoe kan het dan dat zwart ook 2 is? Ja, dat heb je vast weer niet goed gekeken. Nee, dat was 2. Duidelijk. 2. Geel is ook 2. En blauw is 1. Maar wit is ook 2. Dus... Maar wit hebben we niet. Nee, maar die staat er al. Net als oranje. Oranje is 4. Wat houdt het in? Oh, wacht. 1, 2, 3, 4. Nee. 1, 2, 3. Ik snap het niet. Zijn er ook paarse kaarsen nog? Als dat ook 1 is namelijk, dan hebben we de system gebied. 4 is oranje inderdaad. Groen is 3. Dus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Als dit ook 1 is. 3, 2, 2. Ja, weet je wat het allemaal is? Weet je wat ik gewoon doe? 1, 2, 3, 3, 4. Dit was hem niet, hè? Nee, ja, ja. Maar kun je ook die andere blokken breken? Nee. Gelukkig. Dan krijg je ze ook niet terug als ik ze sloop. Wacht. Ik weet wel sowieso waar 1 moet. 1 is blauw, 1 moet hier. Blauw moet hier, op die. 100%. Kijk, je 1, 2, 3, 4. Dan rood. En dan gaan we, nu moeten we die 1, 2, 3, 4 op de andere manier zien te vinden. Ja, dus hier zijn het alle hoeken, of zo. Nee, wacht. We moeten even het patroon zien te vinden. We moeten weten wat paars is. Als we weten wat paars is, dan weten we wat we hebben. Maar roze is 3. Gewoon los is. Roze was 3. Geel was 4. Geel is 2. Nee. Jawel. Geel is 2. Nee. Dat is oranje. En jij naar kijkt. Geel staat hier. Kijk maar, die staan uit. Zie je? Die staan daar. Geen die bij moeten. Dat is, die staan uit. Die kaarsen staan ook niet aan. Blauw is 1. Geel is 2. Zwart is ook 2. Ja, en roze is 3. Misschien dat. 1, 2, 2, 3. Doe roze is hier. Doe. Geel is hier. Zwart hier. Waarom is dat zo moeilijk? Ja, maar als we die ene zeker weten, dan hoeven we er nog maar 3 te plaatsen. Dus dat is niet zo heel moeilijk meer dan. Dus dan moeten we nu alleen zwart, roze en geel. Ja, maar wat zegt dat 1, dat dit 1 is? Ja, ik. Dus breken we eens? Nee, niet die. Zwart, roze en geel. Oké, deze weten we zeker. Dit was, wat was 1? 1 was blauw. Dit was blauw. Blauw. Ja. Ja, dus dan is het deze gewoon proberen. Wat ja, hadden we net hier? Maar, doe hier maar zwart, hier geel en hier die andere. Au. Zwart, geel, andere. Oké, dat is ook niet. Ik snap hem niet, Robin. Het is veel te ingewikkeld. Maar met die 1, 2'tjes en alles, dat
Ja, dit is 2, dit is 3, dit is 4. Dat weten we 100%. 2, 3, 4. En blauw is 1. Dus dan zou je zeggen 1. Groen. Groen zit oranje. Oh, ik snap hem. Wat? Ik snap hem. Kijk, dit wijst naar elke kamer. Dit is het middelpunt. Dit is blauw. Hoezo? Dit... Oh, dit is oranje. Dan is dit de roze hier. Dan is dit geel natuurlijk. En dan is... Dus die is geel. Dit is geel. Die is dit roze. Dit is zwart. En die is roze. Dit is roze. Ah, dat zou 100%... Oh! Holy! I can't believe it! Hij kan het niet geloven. Een nieuw wereldrecord, Robin! Nou, dat geloof ik niet, maar goed. Een nieuw wereldrecord. Oh! Amber. Wat is dit? Wat heeft Fred nou weer gecreëerd? Echt, hè? Wie is Amber? Fred, wat heb je gedaan? Wie ben je? Wie is dit? Hallo! Oh, het is nice. Het is leuk om ons te ontmoeten, zegt hij. Ja. Max, we moeten daar... kans, of? Ja, we moeten hier naar binnen als we onszelf geloven en nog meer challenges aan kunnen. Ja, ik geloof na dit niet echt heel heftig meer in mezelf. We hebben het gehaald, maar we hebben er in totaal 50 minuten over gedaan. Ja, dat is echt geen wereldrecord, dat geloof ik niet. Dat is geen wereldrecord, maar laten we gaan. Doei! We hebben het gehaald, doei! Oké, jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. En dan nu... Kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook een leuke video waarin ik in Fred zijn computer vast zat. Het was echt een bijzonder verhaal. Gewoon even kijken en liken. En nu spreek ik later. Klaasje, wel dat die blisje hier tot de volgende keer.